groeifactor. Een groeifactor g is het getal waarmee we steeds een al aanwezige hoeveelheid vermenigvuldigen. Als x met 1 toeneemt, neemt y toe met groeifactor g. Meestal weet je het percentage waarmee iets toeneemt of afneemt. Bij een toename deel je het percentage door 100 en vervolgens plus 1. Een percentage van 34% geeft dus een groeifactor van 34/100 plus 1, is 1,34. Je hebt dus een toename als de groeifactor groter is dan 1. Bij een afname deel je het percentage door 100 en vervolgens 1 min dat getal. Een afname van 21% komt dus overeen met een groeifactor van 1 min 21/100 is 0,79. Bij een afname ligt de groeifactor tussen de 0 en de 1. De groeifactor is dus altijd groter dan 0. Via de app, kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.